Hi, ik ben Gert-Jan. En ik ben een autoliefhebber. Een echte petrolhead. Ja, ik zie je denken, wat doe je dan bij een Tesla? Nou ja, als ondernemer en aangezien we hele hoge brandstofprijzen hebben in deze nieuwe wereld, dacht ik, als cheap ass Hollander, ik ga elektrisch rijden. Ik koop een Model S met free charge. Free charge, hoort het goed? Je leven lang gratis laden. Nu zijn we 6 maanden later. En kan ik mijn ervaring gaan delen over de auto. En waar moet je dus op letten als je een Tesla elektrische auto gaat kopen. Zeker bij een gebruikte. Een nieuwe auto onder garantie. Top geregeld. Deze auto is uit 2013. Ik heb hier al problemen mee gehad met de accu. Maar dat viel nog net binnen de garantie. Dat was december vorig jaar. En ze hebben het hele accupakket hebben ze vervangen. Ik kreeg een lelijke auto en ik hoefde €0 te betalen. 8 jaar garantie dus. Maar wat gebeurt er na de garantie? Waar moet je op letten? Is het een fijne auto om mee te rijden? En kan je altijd gratis blijven tanken? Ik ben erachter gekomen, ik ga je meenemen in de video over Tesla om jou te adviseren de goede keuzes te maken. Het rijden in een elektrische auto geeft een soort van rust. Alles gaat natuurlijk automatisch, je luchtvering, natuurlijk je spiegels, je stoel gaat elektrisch. Dus het geeft allemaal een soort rust. Ik merk zeker als ik ergens in de natuur rij, dan zit je de ramen snel open en hoor je de vogeltjes. Andere kant betekent ook dat je snelle kraakjes hoort en dingen. Dit is al een wat oudere Tesla, 208.000 kilometer. Dus je begint een rammeltje en een dingetje. Hop, begin je dan ook weer wat beter te horen. Dat is de andere kant van het verhaal natuurlijk. Hetzelfde als banden. Banden die hoor je beter omdat je de rest niet hoort. Ja. Het zijn wel hele dure bandjes die eronder gaan, dus als je een Tesla koopt, check in ieder geval of die banden in ieder geval nog goed zijn, dat scheelt alweer wat. En ik heb zojuist deze auto, kijk, rijhoogte verhogen op basis van locatie. Dus ik heb ooit hier bij deze drempel heb ik aangegeven van hey, doe maar iets omhoog, dat kan je via je scherm doen. Dan kan je ook een duikbootje kan je daarin zetten. Dus heb ik aangegeven dat elke keer als hij nu hier rijdt, via de navigatie, dan weet hij, hey, Gert-Jan die wil hier een beetje de lucht in, want hij is bang dat hij die onderkant over die drempel heen schaaft. Want is die auto laag? Ja, eigenlijk best wel. Het is natuurlijk allemaal met aerodynamica en wind en weet ik het wat, dus hij is vrij laag. En daarom heb je dat luchtsysteem ook echt nodig. Nou, ben ik hem 3 weken kwijt geweest, heb ik moeten rijden in mijn oude 8-cilinder, omdat er een onderdeel niet binnen was vanwege luchtvering. En dat is wel een duur grapje geweest, €3857 moest ik aftikken, puur omdat hij met zijn kont op de grond lag, zeg maar. En nou kan het aan mij liggen, want ik had het met mijn oude Jaguar hetzelfde probleem, alleen die rijdt gewoon nog en de Tesla niet meer. En dan moet je wachten en dat duurt lang en het onderdeel is niet binnen en dan word je op zich netjes op de hoogte gehouden door middel van sms, maar dat is wel, als je natuurlijk een oudere Tesla, ja, dat betekent ook dat je ook qua kosten, je kan niet heel snel naar een andere dealer gaan. Een universeel garagebedrijf, die weet niet wat ze hiermee aan moeten. Dus je komt uiteindelijk weer bij Tesla uit en die, volgens mij zit zo'n monteur nu momenteel rond de €128 of zo per uur. €120, €130 per uur voor een monteur. ICT'er, wat is het eigenlijk? Ik bedoel, dus hou daar wel heel erg rekening mee. Je zou zeggen natuurlijk, omdat je een elektrische auto hebt, je hebt minder draaiende delen. Je zal minder gezeur ermee hebben. Nou, een bepaald ding ook zeker waar. Maar dus niet met alles zo. Want als er iets mis is, gaat het toch weer lekker snel dit ook weer. Dat is wel, jongens. Het is gast. Ik heb nu een paar weken even een oude Jaguar gereden door die reparatie. En dat is soepel. Dit is scherp. Dit is gewoon, ondanks 208.000 kilometer 2013, rijdt dit gewoon wel weer heel erg scherp en rustig. Alleen zeg die stoelen en die steun. Dus moeten ze toch even stiekem nog even bij Jaguar gaan kijken. Nou, ik heb de auto tweedehands gekocht bij een dealer, een tweedehands autozaak. En die wist er niet veel van. Ik denk free charge. Ik kom namelijk eerst uitgezocht van zit dat op de eerste bestuurder of gaat dat mee van bestuurder naar bestuurder. Nou, het blijkt op het VIN-nummer te zitten. Ik denk dat is goed nieuws. De auto meegenomen naar de laadpaal en natuurlijk in de laadpaal gezet en er stond €0. Hij laadt niet heel erg snel, het is een van de eerste Tesla's. 1,5 uur, 2 uur zit hij helemaal vol en vol betekent 300 kilometer. Ja, dat is een beetje wat de nieuwe Volkswagen ID.3 nu doet. Dat deed de Tesla al in 2013. Persoonlijk rijd ik best veel kilometers en ik merk dat ik een tekort aan kom. Dus dat best wel veel aan de paal stond, maar als je dan gratis laat. Ze maakt dat pakje koffie wel wat lekkerder, ben mijn e-mailtjes aan doen. Ik vermaak me wel.
Totdat, en nu komt de truc, nou moet je opletten. Ik kreeg een update van mijn scherm en ik kon gratis voor naar de Tesla toe. Ik ben daar natuurlijk gaan, Hollander, gratis, ja, waarom niet? En ik kom terug en sindsdien staat er een bedrag bij tanken. Ik ben nog eigenlijk steeds met ze in discussie hoe dat nou kan. Nou, blijkbaar, ik ben daar geweest en is er een code van 06 naar 07 gaan, 07 naar 06, omdat deze auto ooit bij een veiling is geweest, bij BCA. Heb ik hem bij een veiling gekocht? Nee. De autodealer die waar ik hem heb gekocht, wel. Oftewel, free charge zit op elke Tesla als je van persoon naar persoon, bedrijf naar bedrijf doorverkoopt. Totdat hij langs een veiling komt. Als die ooit één keer bij een veiling is geweest, dan doen ze ergens met Tesla een knopje omzetten en moet je betalen. Je voelt hem al aankomen natuurlijk, sindsdien moest je betalen en dat maakt het iets minder leuk. Want als je tijd kostbaar, dan kost het en geld op tanken, wat ondanks hè, natuurlijk goedkoper is dan de benzine. Maar dat is wel iets waar ik tegenaan heb, dus let er heel erg goed op. Als je een auto koopt, kijk of je een veiling is geweest of niet, bel desnoods Tesla op of weet ik het wat. Want die free charge is dus niet altijd zoals die is. Toen ik dat heb gehad, heb ik net een, vorig jaar had ik het batterijprobleem. Toen viel er nog in de garantie, maar inmiddels de garantie verlopen. En 3 weken geleden zag hij door zijn hoeven en bleek hij luchtveringproblemen te hebben. Ik heb hem vandaag opgehaald, €3800. Moest 3 weken wachten, geen garantie meer, geen vervangend vervoer. Na 8 jaar houdt het op. Ik koop geen auto die 8 jaar of ouder is. Ik heb het niet over de mechanische draaiende delen, want die heeft hij bijna niet. Het is een elektrische auto, 208.000 kilometer, hij rijdt goed. Maar als je er dan wat mee krijgt, als alleen omdat je natuurlijk bij een Tesla dealer langs moet gaan. Is voor mij de reden geweest om te zeggen van ja, wat zou ik nou doen? Ik wil eigenlijk sneller laden, ik wil groter rijbereik, dus ik wil kijken naar een andere auto en die ga ik morgen ophalen. Model I of de Ioniq 5, daar zat ik tussen te twijfelen. Ondanks dat ik best wel veel kosten heb gehad, heb ik toch gekozen om weer voor de Tesla te gaan. En de grootste reden hiervoor is eigenlijk dat ik denk dat Tesla de meeste ervaring heeft op het gebied van elektrische auto's, daar voorloopt. Dus eigenlijk nu de tweede generatie, met de Model I die gekopen wordt, maar de tweede generatie gaat. Die is een jaar oud, ze hebben nog 7 jaar fabrieksgarantie. En als ondernemer, want zo'n auto van een jaar oud, maar hij valt hier nog in een gunstige bijtelling. Want dat is wel even met dit ding. Hij is in 2013, dus geen wegenbelasting, dat scheelt. Maar voor je bijtelling word je afgestraft. Dat is alleen de eerste 5 jaar. Dus bijtelling moet je niet pakken. Vandaar dat ik een oude Jaguar erbij heb met de youngtimer regeling. Uiteindelijk kost het allemaal geld. Autorijden natuurlijk. Ik moet wel zeggen, als je er dan mee rijdt en hij doet het, hij is opgeladen, dan is het ook wel heel erg snel. Kijk maar even mee. Ja, begin je eigenlijk al met hoe start je de auto? Hè? Heel veel mensen weten dat niet. Er zit bij de Model S, de Model 3, die heeft zo'n raar kaartje. Maar er zit, even kijken, dat is de Jaguar sleutel. Kijk, daar zit hij. Oftewel, ik kan hem nergens insteken. Ik zou wel mensen, ja, start hem eens even. Dan zit zoeken naar die startknop. Waar zit die startknop? Heeft hij niet. Het is gewoon 2 keer zo'n dakje kloppen. Nou staat hij aan en je zit er gewoon in zijn drive. En dan kan je rijden. Zo simpel is het eigenlijk. Stuur eens deur open. Hoppakee. Dan heb je dat immens grote, ja sommige mensen zeggen IKEA scherm. Uiteindelijk, ik vind het wel lekker. Je hebt een groot navigatie erop. Ik heb hier je Spotify heb je erop. Bij de nieuwere modellen kun je allemaal leukere spelletjes doen. Maar ja, eventjes even kijken. Wat was het ook weer? Mijn zoontje van 18 weet het beter te vinden dan ik. Erg, hè? Oh, ja, deze was het volgens mij. Kijk, en hier heb je entertainment. Kijk, en dan kun je bekennen als je aan de laadpaal staat of Centipede. De nieuwere modellen, die hebben ook een race spelletje erbij. Heeft deze dus nog niet. En ik zei, even kijken, de hoogteverstelling, weet je, als je auto-instellingen. Kijk, hier staat eigenlijk alles op je scherm. Daar zit je auto. Ik kan mijn achterklep elektrisch openen. Dat is ideaal. En je hebt natuurlijk, dat is wel even een voordeeltje om te laten zien. Je hebt natuurlijk die frunk. Dus voorin heb ik gewoon nog extra bagageruimte waar je spullen kwijt kan. Vering. Als je op drempels rijdt, kan dit dan wel eens handig zijn. Want je kan hoger, lager. En hoe zit je hem nou ook weer op de entertainment modus? Even kijken, ik zit hier te weinig op Toybox. Kijk. Toybox. Dit vindt mijn zoontje nou leuk, hè? Kijk. Dus dan kan ik als iemand daar zit, op dit knopje drukken. Nee, die. Wat is nou? Oh, wacht. Scheet op commando. Saai scheet. Doe de... En dan scheet bij richtingaanwijzer. Dus elke keer als ik nu mijn richtingaanwijzer aan doe. Dan gaat hij poepen. Tijdens het wachten kan je lekker je open haartje inzetten. Dat maakt het wel echt zelf leuk. Dus er komt ook warmte uit hieruit. Zeker in de winter als je met je vrouwtje zit. Dan is het lekker tijdens de laadpaal.
om gewoon even lekker romantisch met z'n tweeën zo te zitten. Dit zijn de leuke gimmicks wat Tesla maakt natuurlijk. Ik heb er volgens mij nog eentje, dat is de kerstman. En ja, oh, dit was die onderzeeër, dit is voor je hoogte te verstellen. Kijk, dan heb je platen, dan heb je die, hoe heet die, van 007 zie je dan. Slaat nergens op, maar het kan. En de kerstman, ja, die is echt... Kijk, hoppakee! En dan ga je, Merry Christmas! En bel. Het is een soort Apple van de auto's. Oh ja, ik zal het Frank nog even laten zien. Dus ideaal. Extra spullen mee te nemen. Ik gebruik het zelf als werkpaard om auto's te reinigen. Er staat een stoomreiniger achterin. En hier kan ik dan extra spullen even inleggen. Nou, dit zijn toch wel een van de voordelen van de Model S. Ging even kijken. Ja, dit hoort er wel bij een video natuurlijk. De Model S is gewoon snel. Ik kan er niks anders van zeggen. Maar ja, dat soort dingen moet je laten zien natuurlijk. Dat geloven ze niet. Daarom hebben we dit s'avonds doen. Je ziet helemaal niemand. En vervolgens weg. Thanks for watching. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad en dat je met een wel overwogen keuze jouw keuze gaat maken of jij elektrisch gaat rijden. En of dat Tesla wordt. See you next time.